Wij van de Wantai en Regenboogschool presenteren in samenwerking met Viacultura, Sok en Pictura, die 250 jaar bestaat, deze film voor jullie over de staart. Met veel kunst en cultuur. Veel kijkplezier! In de stad zijn heel veel voorzieningen. Bankjes, speeltuinen en noem maar op! Maar zijn er wel genoeg voorzieningen in de stad? Kunst is ook wel belangrijk voor de staart. Door die aan de vele kunstwerken. Gefeliciteerd, Pictura. Voor 250 jaar bestaan. We gaan het interviewen om te zien hoe het er kunst is. En Cor van Gulik is een Dordtse kunstenaar. Hij is een aantal jaar geleden met pensioen gegaan, zeg maar. Hij heeft zijn atelier opgedoekt en wat hij nog aan kunstwerken had staan, heeft hij toen verkocht. Maar er staan dus langs het Wantij staan twee kunstwerken van hem. De steltloper en de touwtjespringen. En net aan de andere kant van het Wantij op de Oranjelaan staat nog een kunstwerk van de vogel. En we hebben vroeger langs de oprit van de N3 hebben we nog een groot kunstwerk van hem gehad, de schapenkoppen. En dat was een onderdeel van de oplevering van de Merwedebrug. Dat kunstwerk hoorde dus ook bij de Merwedebrug. Maar dat is helaas door de gemeente een aantal jaar geleden verplaatst naar de oprit van de A16. Terwijl het dus echt eigenlijk niet eens van de gemeente was, maar van de overheid als onderdeel van die brug van de N3. Levendigheid is er op zich genoeg op de staart. En dan vooral met betrekking tot de natuur. Ik bedoel, je stapt hier op de fiets en je rijdt zo naar de Biesbos. En we hebben zelfs een aantal jaren hier in het park langs het Wantij hebben we reeën gehad en een vosje. Dus ja, eigenlijk zijn we hier een verlengstuk van de Biesbos. Het is heel veel groen, veel natuur, maar echt kunst op dit stuk. Ja, sinds kort hebben we een gondelende eend, dus een eendekont waarvan de rest van de eend dus zogenaamd onder water zit. En een zon die meedraait met de wind. En een paar eendenpoten die uit de middenberm van de Baanhoek wegsteken. Als ik zelf een kunstwerk zou mogen uitkiezen om hier neer te zetten, dan zou ik toch iets willen wat echt de natuur en de binding met de Biesbos weergeeft en met het water. Want dat is toch eigenlijk de essentie van deze wijk. Het Wantij en de route naar de Biesbos. Ik heet Henny Rutten en ik woon sinds 86 weer terug op de staart. Ik ben geboren op de Maasstraat en dan op het gedeelte waar nu dus die mooie huizen staan. Maar er stonden toen de tijd die huizen van de Biesbos, hè? Van de... Nou, in dat rijtje ben ik dus geboren, wat er toen stond. Want mijn opa werkte voor de Biesbos. Het is jammer dat het buurthuis weggegaan is, want die deed ook heel erg veel. Want daar hadden we elk jaar een hartstikke grote barbecue. En daar werden ook voor de jongeren dingetjes georganiseerd en alles. En dat was wel jammer. Dus nou is het wel goed dat dit hier weer terug is, hè? Waarom kom ik hier zoveel? Nou, ik vind het leuk om te wandelen met haar. Dus dan is dit een leuk doel om naartoe te wandelen. En ik kwam eerst altijd met een vriendin. Is intussen nu 96. Maar helaas, kansen is heel snel achteruit gegaan. Dus ik heb afgesproken dat zodra ik... Kijk eens, Shiva, van jou, snoepje. Ja. Dat zodra ik het een beetje beter weer is en we buiten kunnen zetten, dan ga ik ook met de auto en dan neem ik er weer mee. Want iedereen hier vraagt hoe het met haar is en wanneer ze weer komen en zo. Dus dat moet dan eventjes. Ik ben hier niet getogen, want ik ben van de Maasstraat naar Oud-Crespijn gegaan. En daar heb ik gewoond totdat dat ik 20 was. Toen ging ik trouwen en ja, toen was ik... Eerst nog eventjes in Dordt, maar toen ben ik naar Vlissingen geweest, vlakbij Vlissingen. En toen hebben we 11 jaar in Limburg gewoond. Ja, ik heb de staart best wel heel veel zien veranderen. Zeker ook, wat mij wel heel erg opvalt, is dat nu de mensen in die, sinds 86,
allemaal een stuk ouder worden, de kinderen allemaal het huis uit zijn. Dat het een heel stuk rustiger is. Dat is ook de reden waarom ik verhuisd ben van het huis waar ik eerst woonde naar het aanleunwoning van de Merwelanden. Want het was daar zo stil, iedereen werkte intussen, alle kinderen waren ook werken en wij hadden juist een stukje waar we dus heel veel met elkaar deden. Voetbal. Iemand had zo'n drive-in woning. Nou, daar ging de televisie in, er werd een partytent aangezet. En daar zaten we met een heleboel te kijken en te doen. En je bracht je eigen drankje en wat lekkers mee voor allemaal. Dat was gewoon normaal. Buiten alle werknemers van de Staart zijn we ook benieuwd naar de bewoners van Staart. Dus we gaan wat interviews afnemen met de bewoners van Staart. Let's go! We hebben mijn buurvrouw gevraagd of we kunnen interviewen en... Graag, ja, is goed. Oké. Mijn eerste vraag is, wat vindt u over Staart? Ik vind het een heel gezellig volksbuurtje en iedereen is aardig behulpzaam, iedereen helpt elkaar. Dus ja, ik woon hier heel fijn. Wat is uw naam eigenlijk? Marcia. Marcia. En wat voor werk doet u? Oh ja, ik werk bij een natuursteenbedrijf en dan doe ik de planning en de, ik zal het even anders zeggen, de personeelszaken. Dus alles wat met personeel te maken heeft, dat regel ik. Wat vindt u van het verkeer in de straat? Ja, op zich hier, het straatje is wel rustig, maar af en toe doen ze daar volgens mij 's avonds race op de weg, heb ik het idee. Dat doen ze ook toch? Ja, maar je zit hier wel lekker dicht bij de snelweg, dus dat is wel lekker. Oh, waarom bent u in de straat komen wonen? Oh, dat is een heel verhaal, want ik wilde eigenlijk terug naar Breda en omstreken, maar daar kon ik geen gezellig huisje vinden en ik ben echt verliefd geworden op het huisje. Op deze? Ja. Dus toen zag ik dit huisje, toen dacht ik, die moet ik hebben. Dankjewel dat ik... Ja, gedaan. Ja. Dan heb ik hier mijn buurvrouw gevonden. Die wil interviewen en ja, wat is uw naam? Ik ben Carla Klaassen. Carla, oké. Okay. Wat vindt u eigenlijk over Dordrecht Staart? Nou, ik woon hier al heel veel jaar, sinds 1996, met heel veel plezier. Vindt u dat iets hier iets verandert? Nou ja, van de wandelschool dat weet ik niet, want mijn kinderen zitten al heel veel jaartjes niet meer op de wandelschool. Maar ja, hier veel verandert. De straat is erg veranderd, er zijn allemaal nieuwe mensen gekomen. En dat verandert wel, maar niet in negatieve vorm. Oh, is het nu anders wonen? Bijvoorbeeld, woont u nu anders? Nee, eigenlijk niet. Ik ben eigenlijk wel gewoon een beetje hetzelfde als toen ik hier kwam wonen. Ja, je kent de mensen natuurlijk nu beter in de buurt. Dus dat is wel anders natuurlijk. Maar ik woon er nog steeds met heel veel plezier. Oh, zijn er veel leuke dingen bij Opstart? Nou ja, we hebben natuurlijk de winkel lekker in de buurt. Dat is altijd heel fijn. Dus je kan lekker in de buurt boodschappen halen. Je zit vlakbij de stad. Dus een paar minuutjes fietsen en zit je eigenlijk al in de stad. Qua voorzieningen, ja... Ja, we hebben hier twee speeltuintjes en dat vind ik eigenlijk een beetje weinig. Maar dus de jeugd kan er niet zo heel veel doen hier in de buurt. Dat vind ik soms wel eens jammer. Oh, nog een laatste vraag. Ja. Woonde u hier in Dordrecht heel je leven of ergens anders? Nee, ik ben in Dordrecht geboren. Maar dat is al heel lang geleden. Niet in dit huis. Nee. Oh. Ik ben in Crispijn ben ik geboren. En toen heb ik op Sterrenburg gewoond. Ja. Toen in Sterrenburg en nu woon ik sinds 1996 wonen we hier met ons gezin. Dank u wel dat we mochten u interviewen. Alsjeblieft, heel graag gedaan. Ja. Even relaxen bij de Biesbos of bij de Binnenvaartmuseum. Maar waar komt dit vandaan? Dan moeten we echt even terug naar het begin. In de 18e eeuw stond hier al een kasteel, Huis ter Merwede. Het kasteel staat er nog, maar het is wel een ruïne. En pas jaren later werd de Staart gebouwd. Het begon vooral met veel molens, met name houtzaagmolens. Vanuit dat industriegebied werden er huizen gebouwd. Op de Staart ontstond er toen een gemeenschap. De scheepsvaart was ook een heel belangrijk onderdeel van de Staart en daar moeten we dus ook op gaan letten. Kijken hoe de economie is geworden en wat de mensen hiervan vinden. Zijn er oude mensen die hier wat van vonden? We gaan het zien. Ouderen in de Staart hebben veel meegemaakt. Wat vinden ze van de verandering? We gaan naar het bejaardenhuis om uit te zoeken. We spreken twee ouderen die over... over het leven op het Staart. Hoe heet u?
Ik heet Kobi van mezelf. Maar meestal zeggen ze me al oma, hè? De kinderen en de kleinkinderen. Maar ik heet Kobi. U heeft een hele leuke naam. Ja, vind je dat? Een beetje ouderwetse naam, hè? Ja. Had je een heleboel... Hier in huis wonen allemaal oudere mensen. En er wonen zeker wel 4 Kobi's. Dus we zijn nog wel eens in de war. Bij mij, als ik ga turnen, dan heb ik ook 3 kinderen die Sarah heten. Ja, ja, ja. Dat is ook een mooie bekende naam, Sarah. Hoe oud bent u? Ik word in oktober 90 jaar. Dat is best oud. Ja, heel oud, vind ik ook. Ja. Hoe lang woont u op de Staart? Nou, ook maar 3 jaar, want daarvoor woonde ik op Sterrenburg. Vindt u dat de Staart veel is veranderd? Nou, dat vind ik wel heel veel, want toen ik nog een klein meisje was, toen was er helemaal nog niks. Alleen maar grienden en verder kwamen we niet als het Wantijbad. Van de Staart weet ik verder niks. Daar kwamen ze zover niet. Vindt u genoeg te doen in de Staart? Nou, op het ogenblik vind ik dat er veel te doen is. Een leuke container is erbij gekomen waar de kinderen wat kunnen doen en zo. Vlak bij de patatkraam. En het wordt echt mooier gemaakt. Ik zie allemaal kunstwerken komen langs de weg. Dus dat ziet er leuk uit. Heeft u nog een leuke verhaal over de Staart? Nou, alleen dus dat we vroeger wel stiekempjes, mocht niet van huis, gingen we altijd naar het huis te Merwede. En dan gingen we eventjes zwemmen in de rivier. Dat weet ik wel gewoon van de Staart. Hè? En naderhand is dit huis gebouwd. En toen is mijn moeder hier komen wonen. En dat is al 50 jaar terug. Toen is mijn moeder hier in hetzelfde gebouw komen wonen. En nu woon ik er. Vindt u het hier leuk om te wonen? Ja hoor, ik heb het best naar mijn zin. Ja. Doen jullie ook hier heel veel? Ja, dat doen we ook. Vanmiddag moet ik haar zit ik te breien voor andere mensen. En ik doe het schilderen en ik doe glas maken. Dat zie je wel, allerlei glazen dingetjes. Dat doe ik een beetje stiekem hier in mijn slaapkamer. Dus ik heb genoeg te doen. Wat is uw favoriete herinnering aan de Staart? Nou, dat je er heerlijk kon zwemmen in het Wantijbad. Verder kwamen we meestal niet, want ik woonde helemaal aan de andere kant van Dordrecht. Het land van Valk, dus een eind weg. En een fiets hadden we nog niet als kind. Dus dan moesten we eerst helemaal naar de stad lopen om naar school te gaan. Op en neer. En dan nog na 4 dan moesten we nog naar de Staart lopen om te zwemmen. Maar het was wel gezellig altijd. Het is wel lang lopen. Ja, heel lang lopen. Welke plek is de leukste op de Staart? Nou, ik zelf vind het hier in de natuur erg mooi, om het huis heen. Er zijn veel bomen, je kan er heerlijk lopen. Je ziet de bootjes varen op het Wantij. Het is heel gezellig voor ons. Het zonnetje schijnt, dan lopen de oudjes altijd even langs het water. Bedankt dat u mocht interviewen. Nou, graag gedaan hoor. Vond het gezellig. Hoe heet u? Ik heet Jorny van der Linden. Hoe lang woont u hier al? Nou, nog niet zo lang hoor. Ik ben hier te goed komen wonen. Dat was in november. Eerder was er niet plaats hier. Waarom bent u komen wonen? Nou, ik woonde in het begin van de Staart. En toen ben ik van de trap afgevallen. En toen mocht ik niet meer naar huis. Dus toen heb ik hier gewacht tot ik het huis kreeg. Vindt u de Staart veel veranderd? Ja, de Staart is wel veranderd, maar dat heb je gewoon alle jaren. Dus de mensen veranderen ook gewoon. Dus dan gaat de buurt mee veranderen. Hè? Mijn vader die werkte op de bakoverbouw. Naast Lips was dat. Dus toen zijn we heel vroeger zijn we daar komen wonen, toen ik nog jong was. 6 jaar, toen net zo oud als jullie, denk ik ongeveer. Toen werkte mijn vader op de bakoverbouw en toen hebben we hier werd die wijk gebouwd. En toen zijn we hier komen wonen.
en naar school gegaan. En toen we naar school gingen, de leerlingen, dat was tot de zesde klas van in de Staldenstraat. En hoe oud bent u nu? Hoe ik nou? Oh, schrik maar niet hoor. 93. Heeft u ooit gewerkt in de staart? Nee. Nee, want ik ging nog eerst naar de lagere school met de jullie. Dus toen werkte je nog niet, hè? Wat is uw favoriete herinnering aan de staart? Ja, de krant lezen en hier doe ik niet veel meer. Maar toen ik nog jonger was, toen heb ik op een atelier gezeten. Op een bondatelier, waar ze bondjassen maakten. En daar heb ik 13 jaar op gezeten, gewerkt. Dus ik had genoeg te doen. Vond u het leuk daar? Ja hoor. Ik had echt geen hekel aan mijn werk. Bedankt dat u mocht interviewen. Ja hoor. Er is een kans dat de staart ooit overstroomt. Om te weten hoe we veilig blijven, hebben we een afspraak met Ivo, die ons over gaat vertellen. Het is altijd leuk, hè? Want we zijn hier eigenlijk bij een geheime operatie, hè? De redders van Dordt. Maar we zijn hier op de staart en er komen hier verschillende klassen langs en die trainen wij dus tot redders van Dordt. En dan zeggen wij altijd van, waar zijn we nu? Hè? We zijn nu op de staart, we zijn eigenlijk veilig, want dit gaat dus over, ja, als Dordrecht overstroomt, wat doe je dan? Hoe bereid je je voor? Alles wat erbij komt kijken eigenlijk, dus ook het bouwen van een vlot. Dat hoort er allemaal bij en we zeggen tegen de kinderen van, ja, maar zijn we nu op de staart? En de staart is veilig, maar dan daarna tikken we in op overstroomik.nl. Kunnen we de postcode intoetsen van de school en dan kunnen we dus zien, als het water komt, hoe ver het stijgt. Meestal is dat zo'n 2,5 meter, schrik niet. Dus je moet je voorbereiden om naar zolder te gaan zelf een vlot te kunnen bouwen met dingen die je eventueel thuis hebt liggen. Of die heb je nog snel uit de garage gehaald. Kijk, dit is weer een ander voorbeeld. Hier hebben we zo'n vloedschot. En daar hebben we de zandzakken. Het is ook een onderdeel voor de kinderen. Die moeten dus de zandzakken die daar liggen, moeten ze zo snel mogelijk, maar wel correct, moeten ze die hier voor de deur leggen om de deur te barricaderen, zodat het water niet verder komt. Hoe leg je ze goed? Die zakken zijn natuurlijk onwijs zwaar, dus die kinderen die hier komen, die zijn rond de 10, 11 jaar. Dus die moeten echt gewoon teamwork, die moeten echt met z'n drieën tillen ze zo'n zak op. En die willen ze dus keihard voor de deur gooien, maar dat is niet goed. Nee, die moeten baksteensgewijs, moeten die zo liggen. En dan worden ze pas goedgekeurd. Ja, blijven kinderen natuurlijk, hè? Dus dat samenwerken, dat gaat af en toe goed. En af en toe iets minder goed, want dan is het even kibbelen. Ik wil, in het geval met de vlotten bouwen, ik wil boren, ik wil zagen. Komen er even tussen, even overleg. Wie kan dit het beste? Dan begint diegene en die legt dan ook tegelijkertijd een beetje uit aan de ander hoe dat moet. Dus samen komen we eruit en gaan het even niet samen. Nemen we even een kleine break en dan pakken we het weer op. Dit was het filmpje, mede mogelijk gemaakt door Pictura, Viacatura en het SOC. En natuurlijk de Regenboogschool en de Wantij. Dankjewel voor het kijken.